Ja, ik denk dat wij best wel op schaatsen komen, meer dan vorig jaar. Dus wat dat betreft, en voor de rest komt er sneeuw, komt er overlast. Dat grillige karakter wat je bijvoorbeeld afgelopen zomer ook hebt gezien, dat blijft er gewoon in zitten. Een Elfstedentocht nu al zeggen of zou die er komen, is, heel, is eigenlijk niet mogelijk. Een Elfstedentocht is afhankelijk van zoveel factoren. Als er ijs komt, maar er komt gelijk een pak sneeuw overheen, kun je het al vergeten. Denk ook aan het afgelopen jaar. Als het grillig is, zoals het afgelopen jaar, dan weer een paar dagen vorst, dan weer even dooi of dan weer daar rondom, dan kun je het ook vergeten. Als er heel veel wind is, heb je het over wakken, ijzerzuiver, want er zal naar mijn idee wel geschaatst worden. Maar als toch, geen uitspraak van mij.